de FVD op deze mooie dag. En daarom ook deze vrijheidskaravaan hier. Ik mis alleen die twee rondjes, maar die schijnen binnenkort weer terug te komen. Want daarin was het logo van de FVD te zien. Op de Dam sprak jullie toe Pepijn van Houwelingen. En de man die nu voor jullie klaar staat. Ik kijk hem aan en toen dacht hij, oké, ik kom naar boven. De man die voor jullie klaar staat. Menig één krijgt de stuipen in de Tweede Kamer als hij zijn mond open trekt. Want daar waar anderen zwijgen, gaat hij door. En dan hebben we het over de jongere generatie op die leeftijd dat lef hebben. Ik vind het knap. Gideon van Meijeren. Lieve vrijheidsstrijders. Wat geweldig, wat fantastisch dat u hier vandaag weer bent. Ondanks dat de coronamaatregelen even zijn opgeschort. Het laat zien dat u zich heel goed beseft dat de strijd nog lang niet gestreden is. Het laat zien dat u niet opgeeft, dat u nog niet bent moe gestreden. En dat is maar goed ook, want we hebben nog een lange weg te gaan. En wij zullen niet opgeven. Wij laten ons niet uit het veld slaan. Wij blijven komen. Wij zullen niet rusten totdat Nederland weer een echte vrije democratie is. Wij zullen blijven vechten, desnoods totdat we erbij neervallen. En hoewel we nog een hele lange strijd te voeren hebben, mogen we niet vergeten dat we wel degelijk ook successen boeken. En het is belangrijk om die successen ook met elkaar te vieren. Hoe klein ze soms misschien ook zijn. Maar we hebben absoluut in de afgelopen 2 jaar al heel veel moois opgebouwd met elkaar. Er zijn zoveel nieuwe vriendschappen ontstaan. Zoveel nieuwe netwerken ontstaan. Zoveel initiatieven geboren. Actiegroepen, nieuwe media. Samen hebben we op alle mogelijke manieren alle pijlen gericht op het beleid. En ik ben ervan overtuigd dat doordat dat in Nederland veel meer gebeurd is dan in veel andere landen.